Het is inmiddels een traditie van enige jaren dat de Hannyschaftschool uit Zaandam een bezoek brengt aan de erebegraafplaats Bloemendaal in Overveen. Hier liggen meer dan 400 verzetstrijders uit de oorlog begraven. De Hannyschaftschool besteedt veel aandacht aan de Tweede Wereldoorlog en aan de betekenis van het Nederlands verzet tegen de bezettingsmacht. Zo heeft de school het oorlogsmonument voor Hannyschaft en Jan Bonenkamp aan de westzijde in Zaandam geadopteerd. En bij de Hannyschaft-herdenking tijdens Internationale Vrouwendag op 8 maart is er ook altijd een bijdrage in de vorm van een gedicht of speech door de leerlingen. Het bezoek van scholen aan de erebegraafplaats is bijzonder, zegt Edzard van Hasselt. Hij is van de Stichting Nationale Herdenking Bloemendaal. Nou, op zich is dat wel bijzonder, omdat het niet zo vaak voorkomt, maar de periode vlak voor de einde van de oorlog en het herdenken van de oorlog is wel een moment waarop veel scholen toch wel aandacht besteden aan de Tweede Wereldoorlog. En daar wordt op scholen best wel voorlichting gegeven, zeker in deze omgeving waar heel veel gebeurd is. En dat vind ik heel erg goed, want we mogen niet vergeten, ook de jongste jeugd niet, dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Onze school is vernoemd naar de verzetstrijdster Hannyschaft. En omdat Hannyschaft hier ook begraven is, gaan we hier eigenlijk ook naartoe en zo komen we veel meer te weten over het verleden. Ja. Nou is dat niet alleen, maar jullie hebben ook heel veel aandacht besteed aan Hannyschaft in de klas. Hè? Op welke manier hebben jullie dat gedaan? Ja, we kijken ook video's van, ik weet niet meer hoe het heet, maar dat ging ook over Hannyschaft en over Zaanstad in de Tweede Wereldoorlog. Ja, en we hebben nog de film gezien, Het meisje met het rode haar. Ja. En toen die herdenking in Zaandam, was een beetje slecht weer, het is vandaag mooier weer, maar dat was ook heel speciaal voor jullie. Ja, ik mocht met een vriendin van mij een zelfgeschreven verhaal voorlezen. Dat ging over respect. Ja. Ja. En hoe belangrijk is respect deze tijd? Respect is nu eigenlijk een van de belangrijkste dingen. Ja. En nu staan we hier op de begraafplaats. Er liggen hier heel veel verzetstrijders begraven die in de duinen gefusilleerd zijn. Als je daar zo rondloopt, wat doet dat? Ja, het is eigenlijk een best triest gevoel om te zien dat zoveel mensen hun leven hebben gegeven voor jouw eigen vrijheid. Leerlingen van de Hannyschaftschool legden een bloemstuk bij het graf van Hannyschaft en hielden daarna een minuut stilte. Houden we nu 1 minuut stil. Dank jullie wel. Hannyschaft is de enige vrouwelijke verzetsheld die op de erebegraafplaats Bloemendaal ligt. Maar dat zegt niets over de inzet van vrouwen in het verzet. Er zijn heel veel vrouwen die in het verzet gezeten hebben. Maar er zijn niet zoveel vrouwen die in het gewapende verzet zaten. En Hannyschaft met Truus Menger en haar zusje Freddy Overstegen, die zijn daarop toch wel een beetje een uitzondering. Het andere is dat Hannyschaft is aan het einde van de oorlog gefuseerd in april. Nog 3 weken en toen was de oorlog voorbij. De Duitsers hebben eigenlijk nooit vrouwen doodgeschoten. Zijn wel opgepakt, maar nooit doodgeschoten. Maar ze konden geen kant meer op. Ze waren wanhopig. Er was geen transport meer, er was niks meer. Ze konden nog maar 1 ding doen. Dan Hannyschaft doodschieten. Is dat eigenlijk niet een beetje vreemd? Want ze hadden het toch gewoon vrij kunnen laten als de oorlog bijna op zijn beloop is? Ja, maar de Duitsers waren wraakzuchtig, wanhopig. En dat kun je ook zien, dat heb ik ook tegen de kinderen gezegd. Let maar op als je langs de graven loopt, hoeveel er doodgeschoten zijn op het eind van de oorlog. Januari, februari, maart, zelfs april. De grote verzetsheld Walraven van Hal uit Zaandam is in februari 1945 doodgeschoten. Niet al diegenen die hier gevonden zijn, meer dan 400, zijn hier doodgeschoten. Er zijn er heel veel, merendeel is doodgeschoten in Wormerveer, in Zaandam, in Amsterdam, Walraven van Hal in Haarlem. Dus een groot deel is pas eerder doodgeschoten, maar hier naartoe gebracht om hier begraven te worden. Truus Menger is 2 jaar geleden overleden en haar as is ook op het strooiveld uitgestrooid. Ze wilde graag vlakbij Hanny uitgestrooid worden. Ja, mooi. Ja, ja. Nee, het gebeurt met grote regelmaat hierachter. Die grote begraafplaats met al verzetstrijders, hoe vind je dat? Heel erg bijzonder en ook wat die man vertelde vond ik allemaal heel erg bijzonder. Ja. Ja. Wat is het meest bijgebleven van die verhalen? Nou, er was een jongen, Richard, die kwam uit Oostenrijk en die moest strijden. En nou is mijn oma is Duits en die had ook een oudere broer en die moest ook strijden. Dus dat vond ik wel heel erg bijzonder.
Het zit dan heel raar in elkaar, dat je dan eigenlijk niet wil en toch moet. Ja, dat vond ik wel echt heel erg raar. En gewoon ook dat het zeg maar, heel erg op elkaar lijkt met mijn broer van mijn oma en dan Richard. Ja. Ja. En nu hebben jullie vandaag een bloemstuk gelegd bij het graf van Hanny Schaft. Dat is natuurlijk ook waarschijnlijk wel heel bijzonder. Hoe heb je dat ervaren? Nou, ik vond het eigenlijk wel heel bijzonder om een keer bij het graf te zijn. Want we waren natuurlijk wel bij het monument geweest, maar niet echt bij het graf van Hanny Schaft. Dus dat vond ik wel echt heel erg bijzonder. Ja. En als je zo over de begraafplaats loopt, en er liggen meer dan 400 verzette strijders. Hoe ervaar je dat? Ik vind het gewoon heel erg bijzonder. En ook dat er, zeg maar, eigenlijk de oudste is 68, maar dat is eigenlijk nog best wel jong. Want nu worden mensen wel hoog ouder dan 80 of zo. En dat is, ik vind het wel echt heel erg raar. En ook van 19 is ook nog echt super jong. Ja. Ja. Verzet ook wel een beetje bij de jeugd. Als je jong bent, kom je in verzet. Ja, maar ik denk ook wel omdat jeugd, zeg maar, wil strijden voor hun toekomst. En daardoor, zeg maar, wil strijden, ja. En als je dan hier zo rondloopt, realiseer je dan ook dat die vrijheid, die vrijheid die jij nu hebt schoolgenoten, dat dat ook wel een beetje aan deze mensen te danken is? Ja, dat realiseer ik me echt wel heel erg en daar ben ik ze ook heel erg dankbaar voor. Op de erebegraafplaats ligt ook Walraven van Halbegraven, een bijzondere verzetsheld. Omdat hij met anderen, maar hij was wel het gezicht, samen met zijn broer Gijs van Hal, ervoor gezorgd heeft dat tienduizenden mensen van voedsel, van drank werden voorzien, onderduikadressen werden voorzien. Hij heeft tienduizenden mensen het leven gered. En dat zijn er maar heel weinig die zoveel mensen het leven hebben gered. Dat heeft zijn organisatie gedaan. Dat deed hij door banken wat lichter te maken, heb ik begrepen. Dat klopt. In de eerste instantie heeft hij hier waardeloze Russische aandelen uitgegeven. En daarna heeft hij via meneer Ritter, de boekhouder van de Nederlandse bank, ervoor gezorgd dat die promesses uit de kluis werden gehaald. En hij had een aantal meestersvervalsers in dienst. En die hebben die promesses vervalst en hebben de echte promesses uitgegeven. En de valse documenten weer teruggelegd in de kluis. En het systeem wat ze hadden, dat was heel goed. Ze hebben heel goed bijgehouden. Ze wisten precies wie hoeveel geld betaald had. En dat is ook allemaal terugbetaald. En dat is ongelooflijk dat dat gelukt is. Geniaal. Ik bedoel, je bent zelfs met terugwerkende kracht trots dat dat soort mensen er waren. Absoluut. Daar kun je niet trots genoeg op zijn.